Herken je die stenen tafel in het midden? Dat is de autopsietafel in het mortuarium waarop het lijk lag van Che Guevara in Bolivia in 1967. Nooit geweten dat het mortuarium aan één kant helemaal open was. Het was ook geen mortuarium, het was een washok. En de autopsietafel waarop Che Guevara lag, dat was een dubbele wasbak. Het washok staat in de tuin van het ziekenhuis van Valle Grande en het dreigt een toeristische trekpleister te worden. In Santa Cruz kun je een tourcar nemen en die rijd je dan naar het bos bij La Higuera waar hij is opgepakt. En daarna het schooltje waar ze hem hebben geëxecuteerd. En daarna Valle Grande waar hij is opgebaard in het washok. Het is een prachtige tocht met mooie vergezichten. 2 dagen en 1 overnachting. Ja, de locaties liggen nogal uit elkaar. In het washok hebben de toeristen die hier zijn voorgegaan hun politieke overtuiging niet onder stoelen of banken gestoken. Ze hebben de muren volgekrast met Lucha en Victoria, Libertad en Siempre. Begin jaren 60 kwam in Bolivia een militaire junta aan de macht. En Che Guevara had bedacht dat hij daar dan maar de Cubaanse revolutie moest gaan brengen, te vuur en te zwaard. Maar de Bolivianen zelf hadden niet zoveel trek in La Lucha, de strijd. Met als gevolg dat hij uiteindelijk verwilderd en uitgehongerd in het bos van La Higuera is opgepakt en is geëxecuteerd. Eenmaal dood hebben ze hem aan het landingsgestel van de helikopter gebonden en toen naar Valle Grande gevlogen naar het washok. Zie je dat hij hier zijn ogen nog dicht heeft? In de loop der jaren waren er wel meer regimes geweest in andere landen die beweerden dat ze Che Guevara hadden uitgeschakeld, maar in Bolivia hadden ze hem echt te pakken en dat wilden ze aan de wereld bewijzen ook. De dode Che moest sprekend lijken op de levende Che. Dus gingen die ogen weer open, zijn hoofd iets naar voren met een plankje in zijn nek en dan die serene glimlach, alsof hij elk moment ten hemel kon opstijgen. Het is die Jezusachtige uitstraling die hem zijn heldenstatus heeft bezorgd. Toch zie je nooit zijn doodsfoto op t-shirt staan.